Ik heb voor deze training gekozen. Ik ben met Bouke de Boer in aanraking gekomen. Ik had wat strubbelingen in mijn eigen leven. Dat dingen gingen niet, had ik niet meer helemaal onder controle. En vervolgens heb ik 3 gesprekken met Bouke de Boer gehad. En die heeft me de opleiding Embodied Leadership aanbevolen. En daar zit ik nu middenin. Ik heb deze training gekozen omdat ik voor mijn persoonlijke ontwikkeling, om wat meer rust in mezelf te krijgen, om beter te communiceren met andere mensen en om zelf duidelijker te worden, ook ten opzichte van mijn collega's en zo een makkelijker bestaan te hebben binnen het bedrijf. Ik heb op de cursus vooral geleerd meer rust over mezelf heen te brengen. Meer van mezelf te gaan houden. Meer liefde te geven voor mensen om me heen en voor mezelf. En ja, je leert steeds meer van communicatievaardigheden. Dus waar soms gesprekken escaleerde, gaan nu gesprekken lopen, gesprekken wat beter. Wat ik geleerd heb hiero is dus iets meer om mezelf te geven op dit moment. Waar we naartoe willen is dus dat je volledig om jezelf geeft. Daardoor word ik ook duidelijker naar anderen toe. En daardoor hebben anderen ook minder vragen aan mij. Ik heb in de opleiding ook met Embodied Leadership ademhalingstechnieken gedaan. En die vind ik heel interessant. Dus daar heb ik al opleiding van gedaan. En daar ben ik erg veel mee bezig om trauma release werk te gaan doen. En dat vind ik heel interessant. Ik gun dit eigenlijk iedereen, want iedereen kan zichzelf verbeteren. Heel veel mensen zeggen van, nou dat is niks voor mij. Nou, en als je dan langer met die mensen praat, dan denk je van, nou, het zou wel goed voor je zijn. Dus eigenlijk gun ik het iedereen.